Wat gebeurt hier achter jou? Wij zijn bezig met de demontage van de parkeergarage Jaarbeursplein. En dit is een vrij uniek project in Nederland. Nog nooit eerder voorgekomen dat zo'n groot opstal wordt gedemonteerd. Veel mensen denken dat hij wordt gesloopt. Alleen hij wordt nu gedemonteerd. Omdat hij tegen het NH-hotel aanstaat. En vandaar moet hij gecontroleerd worden weggehezen. En we zagen hem daardoor in brokken. Wordt hij in zijn geheel afgevoerd op de vrachtwagen naar de plaatselijke verwerker. En het puin wat weer vrijkomt, wat weer in de betonindustrie, wat het weer hergebruikt. We gaan voor de 100% recycling hier. Weet u wat er achter mij gebeurt? Een sloop van de parkeergarage. En nu doet het me wel deugd hoor, dat deze kolos van beton, want dat is toch echt hier op Oog-Katrijnen, dat die gesloopt gaat worden. En dat het misschien toch wel in het mooi luchtig, transparant voor terugkomt. Auto's onder het plein. Nou, ik heb er nog niet heel erg over nagedacht. Ik hoop dat er meer parkeerruimte komt, want ik werk hier, maar ik sta met mijn auto op Kanaleiland. De startbouw van de ondergrondse parkeergarage is nu begin 2014 gepland en moet in 2016 af zijn. De nieuwe garage zal ongeveer 800 tot maximaal 1000 parkeerplekken hebben. Er wordt ingezet op een kwalitatief hoogwaardige en duurzame garage. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de afwerking, materiaalkeuze, zuinige installaties en oplaadpunten voor elektrische auto's. De toekomstige garage ligt geheel los van zijn omgeving, onder het Jaarbeursplein met daarop de publieksingangen. Voor auto's ligt de entree in de Kroeselaan. En is het niet zo dat je eigenlijk als sloopbedrijf veel liever gewoon met zo'n kogel werkt? Nou, de kogel wordt bijna nooit meer toegepast. Op heel veel plaatsen is het verboden, omdat het nagenoeg niet controleerbaar is hoe de sloop zich dan voordoet. En slopen, dat is al behoorlijk uit de tijd hoor, om de naam slopen te gebruiken. Want het is niet meer geslopen, het is gewoon omgekeerd bouwen noemen wij dat dan. Constructief moet je de zaken goed voor elkaar hebben om bepaalde zaken te demonteren.